Welkom bij onze sessie over graph databases. Dus wij fungeren een beetje als after dinner dip, maar we gaan jullie daar proberen uit te trekken zometeen. Zullen we ons eerst even voorstellen. Ik ben Xander Uitlinde, software engineer bij Luminous Technologies. En samen met mijn collega Herkort de Horst gaan we jullie wat vertellen over graph databases. En eigenlijk meer over de mogelijkheden die je tegenwoordig hebt voor graph processing in het algemeen. Omdat er de laatste tijd natuurlijk best wat gaande is op dat gebied. Maar voordat we daar induiken, is het denk ik even goed om wat stil te staan bij de theorie. Al is dat na het eten misschien wat taai, maar we gaan het proberen. Dus als we het over graphs hebben, dan moeten we eerst even weten, waar hebben we het nou eigenlijk over? Nou ja, in zijn meest simpele vorm, als je naar een graph kijkt, dan heb je het eigenlijk over een verzameling van nodes. Met daar eventueel relaties tussen. Nou, er zijn verschillende benamingen voor. Dus nodes, die worden ook wel vaak vertices genoemd. Relaties, edges meestal, als je ze in de computerwereld tegenkomt. Nou, dit ziet er vrij simpel uit, maar ja, zoals met alles wat vrij simpel is, zijn er een boel variaties op het thema. Die heb ik hier geprobeerd te schetsen. Nou, dit zijn een paar belangrijke onderscheiden die je kunt maken als je het over graphs hebt. Dus eerst is eigenlijk, heb ik het over een directed of een undirected graph? Dat betekent zoveel als, heeft de richting van de relatie betekenis in mijn graph. Daarnaast hebben we onderscheid tussen simpele multi- en pseudographs. En dat heeft te maken met het aantal relaties dat tussen twee vertices mogen liggen. Dan zit er nog wat variatie in expressiviteit. Dus we kunnen graphs hebben met labeled edges, labeled vertices. En daarnaast ook nog wel attributen op edges en vertices hebben. Wat je veel terug ziet komen, zeker als je het hebt over geautomatiseerde graafprocessing, is wat we property graphs noemen. En property graphs, dan hebben we het eigenlijk over multi-directed labeled attributed graphs. Dus multi-directed labeled attributed graphs. Nog één ding hieraan toe te voegen. Nou, dus voor graafconstructie zijn dit de varianten die je ziet. Als je het over graaf uitvragen hebt of lezen, dan kun je dat in mooi Nederlands, dan kun je het in het Nederlands doen, noem je dat een graafwandeling. Dus in het Engels hebben we het eigenlijk gewoon over een traversal. En er zijn eigenlijk grofweg twee smaken in. Dus je hebt de breadth first en de depth first traversals. Nou ja, het is aardig als je naar wat geavanceerde graph algoritme kijkt, dan zie je dat die vaak op de breadth first geïnspireerd zijn. Dus dit is het voor wat klein stukje theorie. Dan gaan we nu even in op een stukje geschiedenis. Ja, een heel klein stukje geschiedenis om even te schetsen waar al deze graaftechnologie vandaan komt. Het is al vrij oud. Begon volgens de meeste bronnen in 1735, toen Leonard Euler het zevenbruggenprobleem tegenkwam. Hij zei van, ja, kan ik nou vanuit een willekeurig stadsdeel een pad verzinnen wat over alle bruggen slechts één keer loopt? Nou, er zit een hele theorie achter waar ik nu niet helemaal op in zal gaan. Daar hebben we de tijd niet voor. Maar dat is zo'n beetje het begin. Niet heel lang daarna, eigenlijk. Kwam een Francis Guthrie met het four-color theorem. Waarin hij eigenlijk zei van, ja, als ik nou een vlakverdeling heb, wat je kan zien als zeg maar een soort nodes, en daar liggen grenzen tussen, kan ik dan, zijn theorie was, dan heb ik maar maximaal vier kleuren nodig om geen aangrenzende kleuren te krijgen. Maar dat kon hij toen eigenlijk nog niet bewijzen. Dat heeft nog een tijdje geduurd, zullen we zo zien. In 1878 werd eigenlijk de term graaf voor het eerst gebruikt. Door James Sylvester. Ook wel belangrijk
En eigenlijk in het begin van de vorige eeuw kwam er ook een tekstboek over graaftheorie. Dat was natuurlijk ook een belangrijke stap weer in de ontwikkeling van het veld. Op een gegeven moment moest er natuurlijk ook wat gekeken worden naar wat kun je nou met die graven. En onze eigen Nederlandse inbreng daarin van Edsger Dijkstra is eigenlijk Dijkstra's algorithm. Dijkstra, zoals het in het Engels vaak wordt uitgesproken. Waarmee je het kortste pad door een graaf kan berekenen. Het is toch uiteindelijk toch gelukt. Het heeft 117 jaar geduurd. Maar Heinrich Hess heeft ook daadwerkelijk kunnen aantonen dat four-color theorem daadwerkelijk klopte. En toen konden we de hele wereld inkleuren met maar vier kleuren. Zonder dat er kleuren zijn die elkaar raken, zeg maar, aangrenzen. Als we dan kijken naar, dat was volgens mij de laatste, ja, de historie van graaf databases, waar we het vandaag een beetje over gaan hebben. Dan kijken we ongeveer de laatste 20 jaar. Wat zijn dan de drijfveren geweest om met dit soort technologie te beginnen? Als we kijken zo rond de millenniumwisseling, kwam dat vooral uit de semantic webhoek. Triple stores zijn ook gebaseerd op een graafpatroon en die waren toen eigenlijk de drijfveer. Ik moet even doorklikken natuurlijk, anders zie je het niet. Dat duurde zo, zeg maar als drijfveer, als technologie bestaat dat natuurlijk nog steeds, maar als drijfveer zo tot 2004. Als we dan gaan kijken naar wat kwam daarna, de NoSQL movement. Mensen zeiden van ja, oké, voor dit soort toepassingen relational databases voldoen eigenlijk niet zo goed. Dit past mooi in onze gedachte van we willen not only SQL, dus we gaan ook met graaf aan de gang. Implementaties als Neo4j en Allegro Graph kwamen toen in zwang. En de laatste tijd is eigenlijk big data heel erg hot in het voortdrijven van de graaftechnologie. Voornamelijk op het gebied van iterative graph processing. Dus niet zozeer het opslag, maar wel het redeneren op een graaf gebaseerde manier over grote hoeveelheden data. Nou, als we dan gaan kijken naar property graphs. Ja, dus als we kijken naar geautomatiseerde graafverwerking, hebben we eigenlijk drie smaken. Nou, dit is de eerste ervan en dat zijn de zogenaamde property graph databases. Een beetje te vergelijken met, ik zou RDM, BMS willen zeggen, maar er zit natuurlijk een enorm onderscheid tussen. Maar het gaat om het opslaan en bevragen van graven en met name voor de OTP scenario's, hè, dus de online transactie processing. Dat gaat in ieder geval dus over de multi-labeled, attributed, ga zo maar verder. Er zijn een aantal bekende spelers op dat gebied. Nou, Neo4j is denk ik wel de oudste en de bekendste op dat vlak. Heeft een vrij goede reputatie. OrientDB is een interessante speler daar. Ze noemen zichzelf niet strikt een graafdatabase, ze noemen zich eigenlijk een multi-model database, omdat zij ook document storage ondersteunen. En een andere interessante is Titan. Het aardige van Titan is dat ze zeggen, als je met grote gedistribueerde systemen zit, zit je eigenlijk altijd met het CAP-theorema. Zij laten jezelf de backend storage kiezen. Dus ze hebben drie varianten. Cassandra, HBS en Berkeley. En afhankelijk van je requirements kun je zelf de backend kiezen. Wat voor groottes moet je nou eigenlijk aan denken? Hè? Want als je het over graph traversal hebt, dan wil je dat een beetje efficiënt kunnen doen. Dan werkt het eigenlijk het beste als dat in dezelfde memory space zit. Dus het partitioneren van graven. Of dus het sharding is dus eigenlijk een stuk ingewikkelder dan wanneer je dat met documenten doet bijvoorbeeld. Omdat je je traversals zo wilt inrichten dat je eigenlijk niet de nodes over hoeft om een goed resultaat of om je resultaat te krijgen. Ze hebben met Titan
met Pearson, dat is een groot educatief platform, hebben ze een interessant experiment gedaan waarbij ze zeggen, nou, eens kijken als wij in plaats van onze huidige doelgroepen, ze proberen de hele planeet in ons systeem te vatten. En dan heb je toch al gauw over zo'n 3,5 miljard studenten, voor 1,2 miljoen universiteiten. En wat bleek is dat ze dat met een cluster van een machine of 35 prima aankonden. En dan moet je denken aan toch nog zo'n 900 miljoen transacties per dag die ze daarmee halen. Dus wat ik daar eigenlijk mee probeer te zeggen is dat als je een graafprobleem hebt, dan zijn de standaard graafdatabases in 99% van de tijd wel voldoende voor je use case. We komen zo meteen op de wat grotere graph processing uit. Maar die dienen ook duidelijk een ander doel. Kijkend naar... nog een keer dan? Niet? Ik hoop niet dat we nog 20 minuten met deze slide moeten doen. Doe hem anders even op de... Nou, kijk, dit werkt wel. Oh, nou gaat hij alsnog. Dat is fijn, dan zijn we er één te ver. Dus heb je vast een preview gehad. Wat is het belangrijk kenmerk van een graph database? Is eigenlijk index-free adjacency. Dus waarom gaat het traverseren van die relaties gaat zo lekker? Is omdat ze in de opslag van de graaf eigenlijk de pointers naar de andere elementen gewoon direct opgeslagen hebben bij het element dat verwijst. Wat je ook wel ziet is dat er systemen zijn die een graaflaag bovenop een RDBMS gebouwd hebben. Nou, die hebben dat niet en dan kun je je voorstellen dat minder efficiënt is en eigenlijk niet zo'n goed idee om te gebruiken. Nou, waar verschilt nou conceptueel eigenlijk een graafdatabase het meeste van een RDBMS is het omgaan met relaties. Dus waar je in een relationeel database management system eigenlijk op query tijd iedere keer je relaties opnieuw berekent, leg je hem in een graph database één keer vast. En dat is namelijk bij het aanmaken van je nodes en relaties, of vertices en edges, als je wilt. Praktisch voordeel is dat graph databases in beginsel schemaloos zijn. Dus je hoeft niet van tevoren uit te drukken in een schema wat voor mogelijke relaties je allemaal gaat gebruiken in je model. Wat in de praktijk tot een boel flexibiliteit leidt. Wil niet zeggen dat het niet kan. Hè, dus NIO, OrientDB, die stellen je op zich in staat wel schema's vast te leggen, maar het is niet zo'n strafharnas als dat binnen een relationele database is. Thanks. Een klein beetje meer achtergrond over triple stores, semantic triple stores. Dit is eigenlijk een triple store is eigenlijk een soort extreme vorm van een graph database, omdat ze niet zeggen van oké, je hebt vertices en edges en bij een vertex en bij een edge kun je properties opslaan. Nee, ze zeggen en je kunt relaties leggen met andere dingen. In de triple store zeggen ze eigenlijk, we doen alles via relaties. Dus we hebben niet de mogelijkheid om properties apart op te slaan bij een vertex. Maar ja, je legt maar gewoon een relatie naar het ding waar je eigenlijk wat je misschien in een andere database als property zou neerleggen. Dus in een triple store heeft data de vorm van een statement, wat uit drie delen bestaat, daar de naam triple, een subject en property. Heet het dan, maar dat is eigenlijk de relatie en een object. Een voorbeeld daarvan staat hier onderaan. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen van oké, ik heb een vertex Eric. Die wordt gedefinieerd door een bepaalde URI. En die Eric heeft een full name property genaamd Eric Miller. Nou, dat is dan blijkbaar de naam van die persoon. Nou, op die manier kun je dus statements uitdrukken waarin je die in je graph database worden opgeslagen en die in je graph database ook bevraagbaar zijn. Vanwaar nou de term semantic?
Het idee is dat je bovenop die properties en bovenop de vertices ook typering kan aanleggen en daar semantiek aan toe kunt voegen. Dus door je vertices in een bepaald schema en vertices en relatie in een bepaald schema uit te drukken, kan een triple store daar een betekenislaag overheen leggen. Nou, die hele wereld, daar kun je een eigen conventie voor opzetten. Dus ik heb nu geen tijd om daar helemaal op in te gaan. Een aantal interessante aspecten daarvan wil ik nog wel even benoemen. Triple stores, de semantische theorie daarachter, gaat in de meeste gevallen uit van de open world assumption. Die staat tegenover de closed world assumption van de meeste andere database systemen. En die open world assumption zegt eigenlijk van, oké, als ik iets, een bepaald feit, niet als waar in mijn gegevensset vind, en ik het ook niet als waar kan afleiden, zeg ik van, ik weet het niet. Terwijl de meeste andere systemen zeggen van, oké, als ik een bepaald feit niet kan vinden of afleiden, dan is het niet waar. Dus in een closed world assumption zeg je bijvoorbeeld, Piet woont in Nederland. En dan kun je de vraag stellen, woont Jan ook in Nederland? Nou, dat is een closed world assumption, zal zeggen van nee, want dat feit ken ik niet. Dus is mijn antwoord, nee, die woont niet in Nederland, want ik ken die hele Piet niet. Terwijl de open world assumption zal zeggen, daadwerkelijk zal zeggen, ik weet het niet. En dus niet zal afleiden dat dat onwaar is. En dat heeft ook mede te maken met het AAA-principle. Dat heeft niks te maken met de wegenwacht of iets dergelijks. Maar dat is een afkorting voor anyone can say anything about anything. Dus ja, het feit dat ik het niet in mijn dataset heb zitten, wil nog niet zeggen dat het nergens ter wereld in een dataset zit. Nou, op die manier verschilt dat dus wel duidelijk van andere opslagmechanismes. Goed, mensen die bij de Data Science with R presentatie hebben gezeten, die kwamen de quote wel tegen dat 90% van de werelddata is verzameld in de afgelopen 2 jaar. Nou ja, goed, we zijn een paar jaren verder, maar dat zit gewoon in categorie heel veel. Wat ik net al aanduidde is, die property graph databases hebben ergens een limiet, hè, als je het over online transactieprocessing hebt. Dus zijn partijen als Google met name zijn op zoek gegaan naar, nou, hoe kunnen we nou toch graaf algoritmiek toepassen in het geval dat we echt heel veel data hebben. En dat is categorie veel, veel. Wat hebben ze gedaan? Google heeft een interessant whitepaper geschreven erover. Dat is het Pregel whitepaper. Dat aardig uitlegt hoe ze op gedistribueerde manier iteratieve graph processing kunnen doen. Dat verschilt fundamenteel wel van wat ik net uitgelegd heb over traversal en het bewandelen van de graaf. Want wat ze daar eigenlijk doen is, zonder er helemaal op in te willen gaan, is dat ze zeggen, nou, je schrijft eigenlijk een klein programmaatje en dat wordt uitgevoerd voor iedere vertex in de graaf. En dat kun je een aantal stappen herhalen en op basis van dat message passing kun je dan uiteindelijk tot een resultaat komen. En Google gebruikt dat voor PageRank bijvoorbeeld. Hè, dus search engine, wat zijn nou de belangrijkste pagina's? Waar wordt meest naar verwezen? Andere veel voorkomende algoritmes die je daar gebruikt ziet worden zijn shortest path en clustering. Dat is ook iets wat je vaak ziet gebeuren. Wat hebben we daarvoor? GraphX is de laatste tijd, met name ook door het sterke in opkomst zijnde Spark wint aan populariteit. Daarnaast hebben we Giraffe. Nou, Giraffe, vanmorgen al genoemd, is eigenlijk de open source implementatie van het Pregel paper. Wat voor hoeveelheden moet je dan aan denken? Nou, Facebook heeft wel eens een experiment gedaan. We hebben een graaf met trillion edges. Dus dan hebben we het over een biljoen in het Nederlands eigenlijk. Hè? En wat zeiden ze? Op een cluster van 200 commodity machines hadden ze de edge analyse binnen 4 minuten voor elkaar, bijvoorbeeld. Dus dat is vlotjes. Ander interessant stuk om wel eens na te lezen is een experiment wat NRC gedaan heeft. De NRC die zit natuurlijk ook met wat problematieken rondom het associëren van gegevens.
Dus die hebben gekeken, nou, als we dat nou op basis van, wat is het, Acumulo doen? Dus een Apache-project wat ze eigenlijk zelf gedoneerd hebben. Volgens een MapReduce-achtig patroon hebben ze aangetoond dat ze lineair schaalbaar zijn. En dan hebben we het toch over een schaal van 1 tot 70 triljoen, trillion, dus biljoen edges. Wanneer gebruik je dit? Met name als je veel data hebt en geen real-time bevragingsvraagstuk hebt. Dus dat zit typisch in de OLAP-hoek, dus online analytic processing. Aardig weetje, Pregel, dat is het riviertje dat onder de Seven Bridges van Königsberg ligt. Ja, history repeats itself. Ik denk dat Xander net al een aantal gebruiksscenario's voor graphs uit de doek heeft gedaan. Hier staan er nog een paar. Kent ze natuurlijk social networks. Hoe zit het nou met die relaties tussen personen? Wie liked wie? Wie unfriend wie? Natuurlijk een typische graafstructuur, die zie je daar al in terugkomen. Topologieën. Als die verder wil. Vast wel een keer. Oh, dan had hij natuurlijk gelijk een paar. Nou, valt mee. Je navigatiesysteem. Veel mensen zullen het hebben. Het wegennet is natuurlijk ook een graaf. Vaak met gewichten. Van waar staan de files? Wat zijn de snelheidsbeperkingen? Hoe kom ik het snelst van A naar B? Maar dat geldt niet alleen voor het fysieke wegennet, maar ook voor het elektronische wegennet. Dus hoe kan ik het nou het beste de communicatiestructuur in mijn bedrijf inrichten? Hoe kan ik het beste de communicatiestructuur over vestigingen, internationale vestigingen heen neerleggen? Nou, ook een goed voorbeeld van graaftechnologie. Master data management. Hoe zorg ik dat al die data die in mijn enterprise leeft een beetje met elkaar in overeenstemming is en blijft? Recommendation systems, deze zullen veel mensen ook wel bekend voorkomen. Jij koopt dit boek, maar anderen hebben ook dit boek gekocht en die hebben daar een bepaalde rating mogelijk aangegeven. Dus misschien is dit ook wel voor jou interessant. Ook een typisch geval van waar graaf technologie goed ingezet kan worden. Cross-domain modeling. Als je uit verschillende databronnen met verschillende schema's informatie wilt verenigen, dan komt een schemaloos opslagmedium natuurlijk een end in de richting. En daar kun je dus ook goed gebruik maken van diverse graaftechnologieën. Zoals? Geen developer conference zonder code. Wat je hebt is, als je begint met name de property graph databases, dan zul je al gauw zien dat ze allemaal hun eigen querytaal hebben. Dus Neo gebruikt Cypher, OrientDB gebruikt een SQL variant. Dat is op zich leuk. Maar wat ik bij onszelf herken is, op het moment dat je ermee begint, dan moet je een implementatie kiezen en het is maar afwachten of die helemaal voldoet aan je verwachtingen. Dus een abstractie zou wel lekker zijn. Nou, goed nieuws, die is er. Dat is de Tinkerpop stack, heet dat. Dat is een open source implementatie. Die bestaat eigenlijk uit twee delen, een structure deel en een process deel. Het structure deel stelt je in staat om een graaf te construeren. En het process deel stelt je in staat om een graaf te bevragen. En wat je ziet is dat dit is de opbouw van Tinkerpop 3. Die is eigenlijk nog niet helemaal uit. Die zit in een milestone fase. Is dat ze daar ook al het onderscheid gemaakt hebben tussen aan de proceskant het OLTP en OLAP stuk. Dus ze hebben ook MapReduce-achtige APIs voor analyse. Dus wat we gaan laten zien is hoe je op basis van Tinkerpop 3 een graaf kunt construeren en kunt bevragen. We hebben daar een voorbeeldscenario voor gemaakt. Het is een vrij eenvoudig scenario. Dat gaat over recommendations met betrekking tot muziek. Dus we hebben artiesten die zingen liedjes. Die liedjes die zijn van een bepaald genre.
En ik heb luisteraars en die beoordelen liedjes. En wat hier niet in staat is dat luisteraars vriendjes van elkaar kunnen zijn. Wat voor een recommendation nogal best interessant gegeven is. Ja, hoe ziet dat er nou praktisch gezien uit? Nou, je zult natuurlijk eerst een graaf moeten maken en daar wat instoppen. In dit geval maken wij gebruik van een Neo4j graph. Maar goed, dat is een implementatiekeuze. Wij maken een vertex genaamd rock. En die voegen we aan de graaf toe. En we zeggen van die rock, ja, is ook van het genre rock. Ik heb de variabele namen maar even zo aangepast dat het ook nog over wat slides heen duidelijk blijft. Dan krijgen wij een vertex met de titel rock. Dan voegen we nog wat toe. We voegen namelijk vertex toe voor Queen. We voegen een vertex toe voor Who Wants to Live Forever. En we zeggen van Who Wants to Live Forever heeft ook daadwerkelijk als titel Who Wants to Live Forever. En dan krijgen we deze twee vertices erbij. Gaan we verder. Edges. Dus we zeggen eigenlijk, oké, Queen, die is de artiest die de song Who Wants to Live Forever uitvoert. En Who Wants to Live Forever is een typische rocksong. Discussie daarover mogen later gevoerd worden. Nou, dan hebben wij dus eigenlijk al een klein stukje graaf klaar. Om niet over de tijd te lopen, hebben we de rest van de graaf maar even in één keer zo neergezet. Nou, de gele zijn personen en we hebben even hier de labels van de edges weggelaten. De relaties tussen personen zijn friend-of relaties. De relaties richting songs zijn rating relaties. De rest zijn genre- en performance relaties. En nu willen wij graag een vraag stellen. En de vraag is, geef mij nou eens alle rocksongs van vrienden van vrienden van Jane, die met meer dan met 3 sterren of meer zijn gerated. Nou, dat is een valide vraag. Daarvoor starten wij een graph traversal en die graph traversal die beginnen we bij Jane. Dan zeggen we, oké, hoe komen we nou bij die vrienden van vrienden? Nou, wij gaan dan de friend-of relatie langslopen en dat doen we 2 maal. Nou ja, dat is natuurlijk logisch, want je stapt eerst naar de vrienden en dan naar de vrienden van vrienden. Maar je moet niet terugstappen naar Jane, want daar waren we niet in geïnteresseerd. Dus deze relaties lopen we af en dan houden we eerst de vrienden over en dan uiteindelijk de vrienden van vrienden. Nou, als we dat hebben gedaan, dan kunnen we al een heel stuk van de graaf verder buiten beschouwing laten. We zetten nog even het label friend erop, zodat we het later terug kunnen halen waar we gebleven waren. Dan gaan we kijken van, oké, nu gaan we die rated relatie aflopen. En daarvan willen we weten, dus dat zijn deze relaties, met hoeveel sterren zijn die nou gelabeld. En we willen alleen de ratings hoger dan 3 of hoger. Nou, daarvoor filteren we eigenlijk de relaties die daaraan voldoen eruit. En dan houden we uiteindelijk maar 1 relatie over. En die loopt maar naar 1 nummer. Nou, dan was er nog een vrijste. Dit is de rating trouwens. Dus die kunnen we straks ook terughalen. Daarvan, van die ratingrelaties, kijken we naar de inkomende vertices. Dus de vertex waar de relatie naartoe wijst. En die moesten aan de voorwaarden voldoen dat het een song is, ja, dat is logisch. En dat die van het genre rock is. Nou, dan gaan we nog even checken. En jawel, we houden dan deze informatie over. Dus dit zijn de songs met de ratings die door die vrienden zijn gerated met 3 sterren of meer. Nou, dan hebben we ons antwoord. Zo werkt het in een simpel gevalletje. En dat brengt ons gelijk bij het einde van de presentatie. Kijk, we zitten precies op de tijd. Dus ik stel voor dat we de vragen even bewaren voor na Peter zijn
presentatie. Want anders maaien we te veel gras voor zijn voeten weg. Dus bedankt.